De verwachtingen van big data, algoritme en kunstmatige intelligentie zijn in de afgelopen jaren zo hoog gestegen dat het niet lang kon duren voordat de bubbel zou barsten. Dit jaar kwamen verschillende onderzoeken uit waaruit blijkt dat we de capaciteiten van kunstmatige intelligentie te veel hebben overschat. Een voorbeeld zijn de AI-systemen die tijdens de pandemie zijn ontwikkeld om corona te diagnosticeren. Deze blijken helemaal niet te werken en zelfs schade aan te kunnen richten. Een ander voorbeeld is Elon Musk, die zijn verwachtingen ten aanzien van zelfrijdende auto's drastisch heeft moeten temperen. Het is daarom belangrijk dat we nu eindelijk eens wat realistischer gaan kijken naar wat AI voor ons kan betekenen. Volgens machine learning expert Pedro Domingos is het grootste gevaar van kunstmatige intelligentie niet dat AI-systemen te slim worden en onze wereld volledig overnemen, maar juist dat AI-systemen te dom zijn en onze wereld al volledig hebben overgenomen. Een recent voorbeeld is een onderzoek van Harvard waaruit blijkt dat AI-software miljoenen kandidaten ten onrechte uitsluit voor een baan. Kandidaten die solliciteerden voor de functie van winkelmedewerker werden bijvoorbeeld uitgesloten omdat ze dweilen niet als competentie op hun cv hadden staan. Ja, belachelijk, domme mensen, ze moeten gewoon hun AI-systemen verbeteren. Als je inclusieve data gebruikt en goede variabelen, kunnen we AI juist gebruiken als kans om discriminatie op te lossen en sociale inclusie te bevorderen. Dat klinkt natuurlijk heel mooi, maar het klopt niet. Het aanpakken van discriminatie en ongelijkheid hangt namelijk niet af van technologie, maar van de maatschappelijke context waarin onze technologie is ingebed. AI-systemen en algoritmen reproduceren maatschappelijke ongelijkheid. Onze eigen bias en vooringenomenheid werken door in de systemen. Of zoals de Amerikaanse wiskundige Cathy O'Neill het zegt: algorithms are opinions embedded in code. Haar inzicht is inmiddels algemeen bekend. De vraag is dan ook, wat moeten we met dit gegeven? Nu we bias als probleem serieus nemen, zoeken we de oplossing in het verbeteren van onze algoritme. Dat is nou eenmaal makkelijker dan het veranderen van menselijk gedrag, is de heersende gedachtegang. Maar het idee dat je discriminatie en ongelijkheid van bovenaf kunt fixen met inclusieve algoritme, klopt niet. Je kunt algoritmische bias en menselijke bias niet los van elkaar zien. Onze hedendaagse algoritmen worden getraind met data uit het verleden. En omdat wij een lange geschiedenis kennen van discriminatie en sociale uitsluiting, wordt deze ongelijkheid steeds opnieuw gereproduceerd. Om dat te stoppen, moeten we het probleem bij de wortel aanpakken. We moeten dus niet de ongelijkheid uit het verleden reproduceren in onze datasets en AI-systemen, maar we moeten de oorzaken aanpakken die tot deze ongelijkheid hebben geleid. En dat moet hier gebeuren, niet in onze software, maar in onze fysieke wereld, dwars door alle maatschappelijke instituties heen. De belofte dat je sociale inclusie kunt inkopen in de vorm van een algoritme dat geen last heeft van discriminerende onderbuikgevoelens, is vooral een commercieel verhaal. Goed nieuws voor de omzet van softwarebedrijven, maar in sociaal-cultureel opzicht pure armoede. Het probleem van kunstmatige intelligentie zit hem dan ook niet alleen in de domheid van de systemen, maar ook in de commerciële industrie achter deze systemen. De commerciële boodschap achter ethische AI, inclusieve algoritme en ontbiasing is dat onze menselijke subjectiviteit een probleem is wat bedrijven met neutrale technologie moeten oplossen. Maar technologie is nooit neutraal. En discrimineren is precies de functie van een algoritme. Als elk gegeven in een algoritme hetzelfde zou worden behandeld, biedt de uitkomst geen inzicht en zou niemand het algoritme willen gebruiken. Oké, maar waar gaat het dan mis? Het gaat mis bij de aanname dat je algoritme kunt ontbiasen. Het idee dat je bias kunt weghalen is gebaseerd op de misvatting dat er één correcte, neutrale beschrijving van de werkelijkheid bestaat.
en dat een afwijking daarvan leidt tot bias die je technisch kunt corrigeren. Maar er bestaat helemaal niet één correcte, neutrale beschrijving van de werkelijkheid. Net als mensen kunnen algoritmen niet naar de werkelijkheid kijken zonder perspectief. Dat AI-systemen onze eigen perspectieven reflecteren, heeft juist een voordeel. Namelijk dat het ons een spiegel kan voorhouden en ons confronteert met onze eigen vooroordelen. Maar als je vervolgens ook echt gebruik wil maken van die spiegel en een inclusief bedrijf of een inclusieve organisatie wil worden, zul je toch echt zelf aan de bak moeten. Want niet alle aspecten die belangrijk zijn voor inclusie en diversiteit kunnen vertaald worden in data of in variabelen met schaalscores. Meten is niet alleen weten, meten betekent ook versimpelen en vergeten. En dat geldt zeker voor sociale inclusie. Zo vergeten we dat inclusie niet alleen gaat over het insluiten van mensen op basis van geslacht of culturele achtergrond, maar ook over het recht om juist te mogen ontsnappen aan alle categorieën die jou sociaal, cultureel of biologisch zijn opgelegd. Met de inzet van AI doen we precies het tegenovergestelde. We categoriseren mensen op basis van gekwantificeerde eigenschappen, zoals culturele achtergrond, gender of de lengte van hun lach, en geven hen op basis daarvan toegang tot een sollicitatie. Terwijl inclusie juist gaat over het kunnen zien van de mens voorbij het culturele hokje. Ja, in onze directie zitten alleen maar witte mannen en een witte vrouw. Ja. Helen. Ja, maar nog geen Aziat. Nou ja, laat staan een Chinees. We zijn op zoek naar iemand die extra hard werkt. Als eerste erin, als laatste eruit. Ja, die hard heeft leren werken in het restaurant van zijn vader. Of in het winkeltje natuurlijk. Ja, en die Chinees spreekt, hè? Kantonees, Mandarijn. Met het oog op onze Chinese markt. Iemand die net zo bikkelhard kan onderhandelen als onze Chinese partners. Ja, die extreem precies is en fanatiek. Kortom, een Chinees. Ja, en waar je niet ziet wat er in hem of haar omgaat. Dus een Chinees. Met een mysterie, dat hebben we nog niet in de directie. Maar jullie zijn op zoek naar een marketing specialist, toch? De werkwijze waarbij mensen worden geselecteerd op basis van sociale en culturele categorieën kun je heel makkelijk automatiseren. Maar is dat ook wat we willen? Dat we tegen mensen zeggen: blijf jij maar in je culturele hokje en kom er vooral niet uit, want anders kom je niet voor deze functie in aanmerking. Met deze robotische manier van werken, of we die nu laten uitvoeren door mensen of door algoritmen, bereik je alleen maar cosmetische diversiteit. Voor een echte inclusieve sollicitatieprocedure heb je niet per se allerlei energieslurpende en dure AI-systemen nodig. Zo blijkt uit onderzoek dat het veranderen van de manier waarop de functie-eisen in een vacature zijn verwoord er al voor kan zorgen dat meer verschillende mensen op een functie solliciteren. Als we echt van binnenuit een inclusieve samenleving willen, dan moeten we elkaar juist bevrijden van de algoritmische hokjes en culturele classificaties waarin we elkaar gevangen houden. Onze vooringenomenheid kunnen we niet uitschakelen, niet in onszelf en niet in onze machines. Maar in tegenstelling tot machines hebben mensen wel de mogelijkheid om in contact met elkaar hun vooringenomenheid voortdurend flexibel bij te stellen. Echte diversiteit gaat niet over afkomst, huidskleur, gezichtsexpressie, geloof of geslacht, maar over diversiteit van denken. En die laat zich nu eenmaal niet vastleggen in een geautomatiseerde diversiteitscode. Wordt u ook overstroomd door honderden sollicitatieaanmeldingen? Wij hebben de oplossing voor uw probleem. Maak kennis met YouHired. Wij introduceren een nieuw intelligent platform dat uw bedrijf zal helpen in de eindeloze zoektocht naar talent. Door het gebruik van digitale sollicitatie creëren wij een efficiëntere methode van solliciteren. YouHired zorgt ervoor dat u nooit meer een sollicitant in de ogen hoeft te kijken. Want dankzij de voorspellende kracht van onze AI-software zijn de traditionele en inconsistente sollicitatiegesprekken verleden tijd. Het algoritme bepaalt of de kandidaat perfect aansluit bij het profiel van al uw andere medewerkers. Zo stellen wij het juiste team voor u samen in slechts enkele seconden. Dankzij de efficiënte methode van YouHired is mijn workforce top-notch.
Ik krijg nu direct een melding wanneer er een betere medewerker is gevonden voor de functie. En met slechts één druk op de knop is het allemaal geregeld. Op deze manier kan ik eenvoudig blijven zoeken naar de perfecte medewerkers. Minimale moeite, maximale efficiëntie. Annuleer al uw persoonlijke sollicitatiegesprekken, zodat u zich kunt richten op belangrijkere zaken. Laat het algoritme voor u bepalen. Vul uw bedrijf vandaag nog met perfecte medewerkers. Wacht niet langer. Gebruik YouHired.